Ja, hier is Fischie weer en ik ben hier samen met Remco. Dit is een wedstrijd uit de Europa League. Nederlands hoop in bange dagen misschien wel, een beetje Feyenoord. Ja, samen met AZ. Wat, sorry? Samen met AZ. Met AZ, ja, maar dat is Conference League. Je zat toch wat meer punten in verdienen, of niet? Weet ik niet, voor mij zijn punten punten. Ja, punten punten, dat zeker weten. Ik heb begrepen dat als... Porto en Braga worden uitgeschakeld, dat we niet volgend seizoen daarop verzekerd zijn van 2 plekken en volgende Champions League. Dus 3 plekken in de Champions League. Zo snel gaat het. Maar dan moet ze wel, zeg maar, Porto en dingetje worden uitgeschakeld. Oké, Porto zit natuurlijk in de Champions League. Tegen... Dus soms wel achter 1-0 tegen Inter of zo. Ja. Ik weet niet of het zo geweest of dat het, en Braga stond voor mij ook achter, maar dat weet ik niet. Misschien 3 clubs in de Champions League. Mooi zijn. Dat zou leuk zijn. Dat is een drukke dinsdag en woensdagavond dan. Ja, toch? Maar, dit is Shakhtar natuurlijk. Ja, ik toevallig niet zo lang, een paar maanden geleden ben ik geweest tegen Ajax, de oefenwedstrijd tegen Shakhtar. Daar was er geen nergens over, als ik eerlijk ben. Maar dat was natuurlijk vanwege Oekraïne. Maar dat was een aantal jaar geleden. Dat was stikt echt van de Brazilianen. Dat was echt van een ploeg die gewoon meedraaide in de Champions League. Ik ben een keertje naar Feyenoord Shakhtar geweest. Voor PlayStation. In de Kuip. Toen was het Shakhtar, hoor ik al. Toen won Shakhtar Donetsk kanaals 1-2. Ja. Maar het was ook altijd een goede ploeg. Veel Brazilianen. En ik weet niet hoe dat nu is met die oorlog... Die gaande is. Of er nog. Ze spelen natuurlijk in Polen nu. Ja, ik zag het te kijken net. Gaat die competitie wel gewoon door? Ik heb me daar niet in verdiept, maar dat lijkt me dan wel. Anders ga je niet zomaar de Europa League voetbal, lijkt me. Ik weet het niet, want volgens mij is de Donetsk natuurlijk officieel door Rusland geannexeerd. Dus officieel zit het niet. Volgens mij mogen ze daarom wel in. Nee, voor mij was het zo. Die club kan niet voetballen in Rusland, zeg maar. Ze spelen niet in Rusland met hun club. Nee. Terwijl ze wel geannexeerd zijn, zeg maar. Zoiets is het of zo. Het is een beetje... Tenminste, het is een beetje een rare situatie natuurlijk dit, hè. Wel fijn dat ze natuurlijk mogen spelen. In Polen. In het, voor mij wel een bekend stadion. Volgens mij heeft Nederland daar ook gespeeld, toch? Dat zou zo kunnen, dat weet ik niet. Toen met Polen-Nederland of zo? Ja, volgens mij wel. Wojska Polskiego, of zo, weet ik hoe je het uitspreekt. Maar voor mij zijn ze behoorlijk afgezakt als ik hier ben. Want ik zie de scores hier, 69, 70, 70, is niet heel veel in FIFA. Nee, ik denk dat heel veel spelers weg zijn. Ik weet wel dat er een extra exit voor mij speelt, die Traoré voor mij speelt daar. Traoré. Voor mij verder, ik weet echt niks van Shakhtar. Ja. Ik wil eens heel goed meedraaien in de Champions League, dat het nu al blijkbaar behoorlijk weggezakt is. Ja. Dus hoe is de voorspelling? Ja, ga ik voor Nederlands punten, zeg ik 0-2. Ja. 1-2. Ik weet ook niet echt, moet ik eerlijk zeggen. We gaan zien over de wedstrijd. Het is een waar genoegen u welkom te heten in de Donbass Arena. Donbass Arena, zou dat de officiële stadion van ondergetekende Sier. Zou kunnen, het is namelijk de Donbass, hè, waar ze... En vriend Jeroen Guter. Klinkt namelijk niet als, zeg maar, een... De komende 90 minuten veel mooi voetbal gaan zien. Dit is Shakhtar Donetsk. Ja, daar speelt ze in ieder geval niet. Ze nemen het op tegen Feyenoord. Dit team is kwetsbaar. Je kunt je afvragen... Oh, nee! ...zelfvertrouwen na de vorige wedstrijd waarin ze onderuit gingen. Om nog wat van dit seizoen te maken... Moeten ze... Ja, zo'n sliding moet je natuurlijk bestraffen. Goh, nou, ik was van de bal, hoor. Dat zou wel een schil kunnen zijn. Ik vond de bal. Deze scheidsrechter heeft er duidelijk zin in vandaag. Geel, zo vroeg in de wedstrijd. Ja, deze ploegen zijn nu gewaarschuwd. Deze scheidsrechter zit er heel kort op. Laat weinig de man, blijf de bal, ja. De bal was er wel, maar het was... De bal is echt in de buurt, laten we zeggen. Jongens, kom op, man, alsjeblieft. Netjes gedaan. Kom dat schot. Dat is van Hugo. Op de hoekschop in het midden. Die moet je beter wegwerken. Op het doel. Een verwoestende zo. Maar tweede lijn. Die bal net overvliegt.
Ik denk dat het niet onverstandig is als we deze man in de gaten gaan houden. Wat verwacht je van hem te zien? De camera gaat doen, maar... Ja, hij zag het ook, ja. Hij weet zijn teamgenoot altijd perfect aan te spelen. Ik zou eigenlijk niet weten wat ze zonder hem zouden moeten doen. Ze lopen ook niet, hebben die ingooi super irritant. Oh. Feyenoord raakt de bal kwijt. Zo, ik zie trouwens een beetje veel mensen voor de bal. Oh, nee, Voertuig. Daar komt de voorzet aan. En zo! Hij had een opening kunnen maken zo. Ja, dat is een grote en dan zul je zien, hè, ziet, dat hij er zo dadelijk aan de andere kant wel ingaat. Hij onderschept de baas. Iedereen supporters wel blij zijn met Koeman. Als de bondscoach weer. Hey Jeroen, ja, dat is een beetje... Het valt je ook op dat er heel veel Feyenoord erbij zit. Bij Feyenoord hebben dat is niet normaal. Dat was toch echt bijzonder. Want daar is hij groot van AZ. Kijk, dat zijn dat tegen een volgende sliding inzet. Of goed mikken, maar... Nee, dat kan niet, deze keer. Dat loopt goed af met die... Godverdomme. Ging trouwens naar een totaal ander mannetje waar ik toen buiten stond. Ah. Als MVP je nodig hebt. Je handbaks. Hé, hey, dat is goed gezien. Nee, hier gaat die speler veel te snel naar voren. De Rotterdammers controleren de bal. Pakken ze de voorsprong? Overtuigend. Oh, ja, nee! Het openingsdoel. Ha! Is maar een klein kansje en die ligt goal. Een goal van Fish, ja! Wat er nu verder gaat gebeuren. Daar zat het trouwens redelijk in, hè? Ja, kijk eens, het publiek op de bank terecht, want dat was een geweldige actie. Nee, pas niet verder in de kruis. Die speler dribbelt de tegenstander voorbij alsof hij er niet staat en dan de goal. Geweldig. We trappen af. We gaan kijken wat Feyenoord van plan is. Ze staan voor in eigen huis. We gaan zo naar de rust toe. Dat is een mooi uitgangspunt, lijkt me, Jeroen. Ja, het is natuurlijk... Nou, ik nog al lang, hè? Ja. Maar opzichtigheid wil ik niet van vallen. Ik loop inderdaad gewoon met de bal mee. En ik zie al gewoon... Echt geel. Nou, dat is echt onzin, dit dan. Ik heb aan een goal. Ik wil echt Oekraïners. Kort genomen. Hij schiet op doel. Dat was een hele mooie duik van de keeper. Zoals hij hier de bal uit het doel houdt. Esthetisch perfect. De bal komt voor het doel. Deze wordt tegengehouden. Voorzet op je handbaks gegeven. Goeie bal. Oh, die kwam ineens ervoor. Ja, die zit er prima bij. Die loopbak ook. Niet, om deze te pakken. Prima gedaan. Wat? Oeh, nou komt die hem niet. Nou, meer een vraag. Waarom gebeurt er helemaal... Oh, dank je wel. Oh, dus heel matig. En er wordt afgefloten. Einde van de eerste. Deze tweede helft belooft wat. Feyenoord zal nu flink aan de weg moeten timmeren. En dan moet repareren, maar achter. Daar krijgt hij ruimte op de flank. Oei, dat is ook rood, ik man. Waarschijnlijk geel. Als je mijn vorige overtreding hebt gezien. Nee, dat is wel geel, man. Nou, dit is wel geel, maar ja, dit, deze vind ik harder. Dit is gewoon vol op je stambeen die zeg maar op de grond staat. En jij loopt op mank. Nou, oké. Ja, maar dit is ook niet voor de bal, was het ook trouwens. Nee, ja, maar het was niet voor de bal. Daarom zeg ik dat het was rood, maar... Ik mocht vol op de scheen bij mensen ook al mee. Och, jongen. Neem hem dan niet. Nou ja, misschien raakt hij hem totaal verkeerd. Laten we het daar maar ophouden. En gassen langs de zijlijn. Een grote kans, hoor. Oh! Oh ja, dat is De kans. Is er nog steeds. Maar ik ben te traag, ik moet uithalen. Ja, want ik ging ervoor hangen, ja. Ik kom weer heel snel dichterbij.
voor het doel gegeven. Hij kan zo. Nog wel bijna staan. Te veel naar druk hier. Ik stuur nog richting de goal. Er maar, is een wissel in voor. De speler krijgt hulp. Nee, dat was niet voor hem. Dat was voor Duros om die er aan kon rennen. Feyenoord. Oh, ah, ah! Zit er nog één? Kom die uit de pas. Zo dikke sliding. Koek, koek. Hij is hem voorbij. Je moet hem voorbij houden, toch? Nou! Die bal oh. kan er gewoon. Oh! Oh, wat een nee. Zou er ook een hat-trick in zitten vandaag? Zijn tweede heeft hij alvast te pakken. Dit doelpunt komt voort uit het feit dat de tegenstander eigenlijk nauwelijks ruimte krijgt om op te bouwen, om eruit te komen. Ja, en als de bal dan wordt overgenomen, dan ben je binnen de kortste keren bij het doel van de tegenstander. Hallo jongens, en zo achter, leidt het dan tot het doelpunt. Nu. Bal gered, spel loopt verder. Uitstekend gedicht. Ja, als ik al op het doel mag gaan, dan wordt het lastig natuurlijk. Dat is goed geblokkeerd. Deze moet er toch in! Gaan! Jezus! Hij heeft meteen 5 schoten in één keer! Ja, lekker erbij. En een duik uit het boekje. Ik ga even zeuren zien als we op eten hebben. Hoi, de verdediging heeft hier grote moeite mee. Ah ja, volgende schot eraan, huppakee, weer niks! Oh, en... Oh! Nee, wat een maat, schot opeens. Dat zou toch de aansluitingstreffer moeten worden? Ja, niet normaal. Niet normaal. Ik weet niet of die, als hij zeg maar echt voordat hij het doel raakt, omdat hij dat als een schot op doel is, hoor, weet ik niet. We hebben nog 9 minuten te gaan. Een kans op een counter. Voorzet op je handbaks gegeven. Goh, normaal heb je een magneetje, nu niet meer. Oh nee. Oh! Hij onderschept die paas. Hij schiet op doel. Nou. Ja, daar. Voorgegeven in het midden. Hallo, switch nou sneller. Het leek gevaarlijk. Ja, klaar. Maar klaar, viel uiteindelijk mee. Die bal weet hij te onderscheppen. Goed opgesteld. Ja, nu moet hij gaan uitkijken hoor. Hij heeft al geel. Nou, pasen. Ja, hij zit er! Binnen, hoor. Ja, want nu is de achterstand om een... Dan lukt trouwens ook een meteen kon nemen, want je hele verdediging kwam helemaal verkeerd net. Dus ja! Die vrij trap snel kon nemen. En nu is het verschil nog maar één doelpunt. Dus het ziet er ook niet best uit op de diepe. Oh, heel leuk. Opeens heeft hij het niet meer, maar net heeft hij alles en nu... En daar klinkt het fluitje. Een geweldig resultaat vandaag. Ze hebben die felbegeerde 3 punten binnen. Dan 2-0 naar de titelstrijd is weer helemaal open. Ja, 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 ja. En dit is precies wat ze nodig hadden. Hè. Ook dit zou kunnen natuurlijk. Ja, ik weet het echt niet. Ik weet niet wat ik kan verwachten van Shakhtar. Nee, dus dat, als ik er niet ben. Dat is voor mij een team die... Nee, je hebt trouwens alles in voordeel, zie ik. Voor mijn gevoel draait Feyenoord in de uitwedstrijd altijd minder goed in Europa dan thuis. Nou, dat zou ik echt niet weten eigenlijk, maar dat... Dat idee heb ik. Bij Ajax is het andersom. Die spelen uit altijd beter. Ja. Nou, met een volle kuip erachter is dit nog wel te repareren. Dat zeker weten, dat is de laatste de laatste. Dat komt niet met 3-1 van Lazio of zo. Ja, ja, ja. Maar ja. In een Shakhtar. We gaan het zien, toch? Leuk wedstrijd weer. Leuk, al die Nederlandse ploegen die toch nog een beetje ver komen. Geen Ajax. Maar ja, dat is een andere keer weer. Ik zou zeggen jongens, liken we deze video. Laat je verbinding even achter bij de comments. En een hele fijne wedstrijd. Bye bye.